radiofan. Wonderful. Zie je die grijns? Zie je die grijns? Die gaat er niet meer af, hè, vandaag. Echt een extra level, ja. Echt heel vet. Come on, woe! I got a homer. Gratis gebracht door een shuttle-trein. Ja. Ja, het is erg mooi. Achter je heb je het prachtigste van alles. Gaan we dat wel laten zien? Ja? Ja, 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 daar komt-ie, jongen, mensen, ja. Daar komt-ie. We zijn er bij Universal Studios. Maar ik heb de winkel. We zijn er. Oké, we zijn binnen. Yeah. Yes, super vet. We hebben nog even een keycard gehad voor de expresspassen. En als je hier nou maar één dag bent, dan is het sowieso handig om een expresspas te kopen. En de normale expresspas, dan kan je in elke rit één keer via de korte rij. Maar ja, ik wilde geen risico nemen, dus ik heb gewoon een limited expresspas gedaan. En dan kan je gewoon heel de dag door, door die snelle lijn. De superwet maakt niet uit als het druk wordt. Wij pakken gewoon continu de hele dag de korte lijnen. We hebben nu ook de... Ik praat wat harder, want er staat heel veel muziek aan hier. Maar we hebben ook de early entrance voor Mario World. Als je hier echt maar één keer bent, zeker aanraden. Want de gemiddelde wachttijden zijn ongeveer 240 minuten voor Mario World. Voor die attractie, ja, dat is wel heel lang. Dat is zonde van onze tijd. Dus daarom hebben we early entrance ook wel weer prijzig. Maar ja, dan heb je er ook wat aan je dag. Hè? Zeker. Dus we gaan gauw naar Mario World. Besef jij dat we in Universal Studios zijn? Nee. We zijn gewoon in freaking Universal Studios. Dat is het. Zie je die grijns? Zie je die grijns? Die gaat er niet meer af, hè, vandaag. Die gaat er niet meer af vandaag. Oh, ik zie Mario World al. Ik ook. Oh, ik moet een stapje naar beneden. Wat ben je aan het doen dan, schat? Handen vrij opmaken. Oh, zijn ze vrij, je handen? Ja. Oh, dat is fijn. Echt, hè? Ze hebben zoveel liefde deze vakantie. Nee, alles is op. We komen net uit de Mario-attractie. Leef, vertel jij maar eens. Wat vond je van de Mario-attractie? Heel cool. Dat is vet, hè? Wow, dat ruimte. Dat ruimte, ja, dat was echt heel cool. Yo, hoe vond jij het? Ik had lekker de meeste punten. Ja, Jonathan heeft gewonnen, die had de meeste punten. Wie had de minste punten? Ik zeg nee, ik noem geen namen. Ja, wij zijn gewoon gamers, hè, dat is het. Wij zijn gewoon... Ja.
Ik had 108. Ja, ik had iets meer. 135. Ik denk dat ik 115 had of zo. Ik had een betere gamer. Maar deze attractie is echt waanzinnig. Het is echt zoiets heb je denk ik nergens anders. Dit is echt zo waanzinnig. Dit is echt mindblowing. Het is echt ziek. Maar ook deze wereld ook als je hier loopt. De kleinste details. Ja, echt de kleinste details. Ik wil even filmen voor de mensen. Kijk mensen, dit zie je dan. Dat is de reden waarom wij al geweest zijn. Ja juist, kijk mensen, wat een gekte voor Mario World. Mensen rennen, mevrouw waarschuwde mij al, ga maar opzij. Dat ze beneden zijn, ja is dat gelijk hoor. Ja, wij zijn er al geweest. Nothing beats the blast. Ja, dat zou ik. Oh ja. Nothing beats the blast. Oké. Okay. Levi, die heeft nog last om naar boven te komen, alleen. Levi wil graag door. Oké, ze is er al vandoor. Als het om koffie gaat, dan is ze snel hoor. Dan is ze echt heel snel, hè mama. Dan is het echt boem. En dan is ze. Ja, en dan is ze weg. Koffie halen. Wat, waar is ze? Daar. Waar is ze? Daar is ze dan. Nee, hier is ze. Oh. Hier is de koffie. We gaan even mama zoeken. Misschien moeten we met koffie rondlopen. Oh, ik zie er al in de rij staan. Wij staan nog 5 minuten bij dat bord te kijken in Spanje hier. Ja, echt hè. Als de koffie gaat, ben ik toch in één keer rap. Ik moest toch gaan? We keken 5 seconden. We keken 5 seconden naar het bord. Het is ook 2 seconden kwijt. Ja. Dat is even de superstar opgepakt. Zo, heb jij eindelijk je koffie? Ja, duur even. Sorry. Nou, geniet ervan. Jazeker. Ik heb verloren gewoon een half uur geduurd voor het ik denk voor de gemiddelde attractie dacht ik me kort het. Niet mijn schuld, sorry. Dat zeg ik ook niet. Maar het is wel extreem hoor. Het is weer eens tijd voor een attractie. Oh nee, maar moet je eens de koffie opdrinken. Ik toch? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ik denk het wel. Oh. Try boys, places. Let's put on a show. Hey, where's my macchiato? Hey, man, get ready for it. Show. You mean the Shrek and Donkey Show? You both know it's the Mighty Madagascar Show! We hebben de attractie van Kung Fu Panda gehad. Ja, hij was wel leuk. Een leuke toevoeging met de stoelen. Ze mogen zelfs koffie drinken in de attractie. Ja, het is toch geweldig. Hallo. Welcome to Universal Studios Hollywood! Thank you! Wat? Oh, ik woon in het Engels. Thank you! Thank you! Iedereen is zo aardig hier. Maar leuke toevoeging met de stoelen. Ze mocht zelfs koffie drinken aan de attractie. En het was gewoon een vermakelijke attractie. Niets. Hij zal niet in mijn top 3 komen, denk ik. Maar het was gewoon leuk. Hij was gewoon leuk. En we hebben toch expresspassen. Nou, hoe lang hebben we gewacht? Een paar seconden. Een paar seconden inderdaad. Dus helemaal top. En nu gaan we naar iets wat Levi al heel lang, heel graag wil zien. Dat vertellen we niet, hè? Hoi, what's going on, man? You alright? Ja, leef je uit. Zo van de film. Ja, het is zo'n kikker, een chocolade kikker. Ik heb niks te zien. Hoeveel kost je dan even? $30. $30 voor een chocolaatje. Het ziet er wel heel leuk uit. Die jongens, die hebben boterbier, butterbeer. Dus ze gaan het nou voor het eerst proeven hoe het smaakt. Nou, ben benieuwd jongens. Wat is het? Het is een slushpuppy met een, ik weet niet welke smaak, appel of zo. Oké. Hoe vind jij het, Leef?
Nou, gewoon slushpapier is het. En waar smaakt het naar? Boter. Het is lekker, Levi. Oh joh, deze beweegt. We zijn net uit de attractie Harry Potter and the Forbidden Journey. Maar wat vonden jullie ervan? Ik vond het super gaaf. Ja, next level. Echt next level, ja. Ik vond het echt heel vet. Zo is het nog nooit meegemaakt, hè? Nee, nog nooit meegemaakt. Nee. Echt uniek in de wereld. Echt super gaaf. Net alsof je echt in een film zat. Ja. Wat zeg je, Marie? Hij is hartstikke chill. Hij loopt gewoon door. Ja, Levi, ik heb nog nooit Levi zo hard zien lopen. Tijd voor de volgende attractie. The Flight of the Hippogriff. Maar, yo. Voor de mensen die Harry Potter nog nooit hebben gezien. Je kan het je niet voorstellen. Maar wat is een hippogriff? Een van de paard met vleugels. Oké, een soort van Pegasus. Ja. Maar dan weer anders, want het is een vogel toch eigenlijk ook. Maar nu dus een achtbanetje. Wow! Dat is geen kinderachtbaan. Wow! Heel erg nog. Geen kracht. Lekker de geen kracht. Zo. Maar dat was het. Echt? Ja. Oh, de Flight of the Hippogriff. Ook gaat jou, wat vond jij ervan? Ik heb er één woord voor, maar mag jij eerst? Ik heb er drie woorden voor. Okay. Kort, maar krachtig. Oh ja, het zijn drie woorden, ja. Ik heb vooral kort. En wat heb jij, Marie? Eén woord. Flight of the Hippogriff.
Of in meerdere woorden? Ja, ook kort maar krachtig. Oké, drie woorden. Ja, kort maar krachtig. En jij, Leef? Het is geen kinderachtbaan. Dat zijn voor mij te veel woorden, maar het is geen kinderachtbaan. Dat ben ik met je eens, ja. Maar dat was leuk. Zo, zoek er maar één uit, Leef. Harry Potter. Wow. Wow, nice. 64. Zo, dan gaat hij gewoon even van zijn eigen geld betalen, want meneer had heel veel dollars. Doe maar. You got 3 down, 4 down, 5, no. All right, last ball counts for 2. Zet hem op, hè? All right, so we have 2, 3, 4, 5, 6, 7. Woohoo! Anything you want. Homer? Yeah, certainly. Come on, woo! I've got a Homer. Yeah. Ik ook weer mee naar huis, hè? Oh ja. Dat is jouw enige souvenir dan. Zo blij als een kind. Yeah. Je eigen Homer-knuffel. Mijn eigen Homer-knuffel. We zijn klaar deze vakantie. We gaan naar huis. Oké, okay, doei. Simpsons The Ride gaat. Het is wel een uitdaging voor je nek. Om het zo te noemen, Marieke. Ja. En ik kom er vandaag achter dat ik een beetje misselijk word van die grote schermen in combinatie met beweging. Want man, oh man. Ik weet dat mijn maag het hier wel doet. Misschien, hè? Misschien. Ja. Heeft het te maken met de leeftijd. En bedankt. Vroeger had je er last van. Nee, vroeger had ik er geen last van. Maar nu, man. Ja, wie zei. Nu, ja. Ja, oh. Nu gaan we naar Waterworld. Ja. Wat? Of hier naar een studio tour gaan. Oh, dat zou kunnen. Maar waar zijn we nu dan? Waterworld. Wat is Waterworld, joh? Weet ik eigenlijk zo. Iets met water. Scherp. Voor de jongeren onder ons, Waterworld is een film uit 1996 met in de hoofdrol Kevin Costner. Nou, het verhaallijn is, er is omdat wij zo slecht voor de wereld zorgen, is er geen land meer. Alles is alleen nog maar water geworden door het smelten van het ijs van de Noord- en Zuidpool. En, we kunnen gaan. Maar er is in ieder geval geen land meer, maar er is, schijnt nog ergens een eilandje zijn. En, nou, heel die film gaat erover om op de rug van een meisje staat een kaart getatoeëerd, dus dat meisje is heel belangrijk.
om dat land te zoeken. Ja, heel die film gaat daarover, om dat land te zoeken. Dat is een beetje het verhaal in het kort. En dan is hier dus een show van. En die draait dus al sinds 1997 of zo. En nu nog steeds, in 2023. Hij schijnt echt onwijs spectaculair te zijn. Dus ik ben benieuwd, we gaan het zien. Floating fortresses, known as atolls, in this place called Waterworld. Brave explorers voyage in search of the legend of dry land, the last remaining on the planet. But the Deacon, maniacal leader of a group of evil raiders called Smokers, is determined to find dry land first. He's ensured that no explorer has ever returned. Dirt, and I need to find dry land. So the game's called The First One Who Talks Lives. Just leave him alone. He doesn't know anything. Well, that just made you the winner. Helen, don't tell him anything. We'll blow this place to kingdom come. I'll take care of this puppy. What's wrong with this? Sorry, I can't see. I need something with a little more kick. Ask any Shara save. I'm Mariner. Say hello to Big Bertha. Oops. Can you do us all a favor? Stand in one spot. Get him, Chuck. I don't think so. You don't have a leg to stand on. No. No! Yes. I, Deacon of Waterworld, celebrate the birth of a new nation. Dryland is my destiny. Hey, Deacon! Hey, what? No! No! Waterworld, ik moet zeggen, het is echt insane. Het is fantastisch, het is mooi, die actie die ze, en die stunts alleen al. Maar ik was blij dat ze niet vooraan zat, dus schat. Ja, ik was heel blij. Nou had je echt zeiknat. Ja, echt. Echt leuk. Ja. En voor, jullie hebben natuurlijk een stukje van Waterworld gezien, maar voor de kennis, die denken nu misschien, waar is dat vliegtuig wat elke keer landt? Nee, ik heb het even nagevraagd, de platform waar dat die mee wordt gelanceerd, dat is een stuk. Dus helaas, geen vliegtuig. Ja, het is niet anders. Je moet het nemen zoals het komt. Wat we nu gezien hebben was ook al super gaaf. Maar nu wordt het toch wel weer tijd voor een attractie, vind ik zelf. En jij?
Ja, ook wel, maar of iets te eten of zo. Oh, iets te eten is ook wel lekker. Ja, nou, we gaan gewoon even kijken.